Bureau Bart. RN7. Beroemd in Colombia, daar woonde ze ook. Getalenteerde trompetist Maite Hontelee. En dit jaar mede-organisatrice van de Music Meeting in Nijmegen. Maite, goedemorgen. Goedemorgen Bart. Fijn dat je in de studio bent. Dankjewel. Lange reis gemaakt, niet vanuit Colombia, maar vanuit Noord-Holland, hè? Precies, ik zit al een paar uurtjes in de trein, maar dat is fijn. De trein is fijn. De trein is fijn, toch? Ja. Ja, ik vind het ook een heerlijk vervoersmiddel, echt heerlijk. Zeg, je hebt heel veel mooie dingen gemaakt. In 2013 trad je op met rapper Typhoon op Oerol. Je hebt een album Déjame Así. Bijna goed. Blij dat je me verbetert. ik zat in de buurt, hè? Ja. Genomineerd voor een Latin Grammy Award. Een Latina meisje uit Noord-Holland en wereldberoemd in Colombia. Zoiets inderdaad. Ja. Dat is een korte samenvatting van een lang leven. Ja, ik denk, hoe ga ik dat in een paar woorden samenvatten wat jij allemaal gemaakt hebt? Maar waarvoor je nu hier bent, is de Music Meeting 2019. Ja. Dat klopt. Ik ben. Zal ik het even uitleggen? Waarom en zo? Ik woon sinds een half jaar weer in Nederland. Ik heb 10 jaar lang in Medellín, in Colombia, gewoond. Als trompetiste en bandleider. En dat leven was ik zat op een gegeven moment. En toen heb ik besloten om eerst mijn trompet aan de wilg te hangen. En vervolgens dus terug te verhuizen naar Nederland. En toen kwam een baan als programmeur bij Music Meeting op mijn pad. En daar heb ik voor gesolliciteerd en daar ben ik aangenomen. Dus nu werk ik als programmeur voor dit geweldige Nijmeegse festival. Ja, maar waarom de trompet aan de wil gehangen? Ja, dat is een lang verhaal, maar ik ben al vrij lang trompetist. Ik ben nu 39 en ik studeer trompet heel serieus vanaf mijn 9e ongeveer. En ik was gewoon... Ik had het een beetje gezien. En er zit wel veel achter. Ik heb ook nog een soort van burn-out gehad. En lang hierover gedaan, over deze beslissing. Maar uiteindelijk... hem genomen, een half jaar geleden. En dan is natuurlijk de volgende stap een zoektocht van... Oké, wat nu dan? Ja. Toen ben ik bij een oude liefde van me terechtgekomen. Namelijk, ik hou ook heel erg van organiseren in de culturele sector. Daar heb ik ook wel eens een soort van studie voor gedaan... voordat ik naar Colombia ging. En toen kwam Music Meeting op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat past heel erg bij mij. Het is ook zo'n gaaf festival, hè? Ja. Die Music Meeting, voor de 35e keer. Klopt, 35e editie. Ja. Begint morgen, zaterdag, 8, 9 en 10 juni. En belooft heel veel moois. En het lijkt steeds populairder te worden. Nou, dat hopen we natuurlijk. Kijk, het is elk jaar weer een beetje spannend. Maar ik vind de programmering heel goed gelukt dit jaar. Ik vind de programmering al heel veel jaar heel mooi. Sinds ik het festival volg. En het is prachtig. Ik was gisteren op het terrein en het ziet er zo mooi uit. Ja. En die tenten en de opbouw is een beetje anders. Het voelt heel gezellig allemaal. En ik wil gewoon... Iedereen moet daar naartoe vanaf morgen. Morgen hebben we een speciale opening ook. Daar mag het publiek ook naartoe. Vanaf 2 uur 's middags met Roda da Hollanda. Een Braziliaanse... het is een Nederlandse groep met een aantal Brazilianen erin. Die komt spelen. Een officiële opening. En daarna begint het om 3 uur het officiële programma. Ja, even voor de mensen die dat niet zo goed kennen. Hè, de music, die van verre van hier komen. Het is wereldmuziek. Het is afro. Het is Latin. Het is van alles inderdaad. Van alles, hè? Precies, het is ook moeilijk om er een sticker op te plakken van wat het nou precies is. Waar het ons heel erg om gaat, is om muziek te laten horen die je niet eerder hebt gezien of gehoord. En dat zijn dan bijvoorbeeld bands die nog niet eerder op tour waren in Nederland. Of het zijn nieuwe producties die we samenstellen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, op maandag speelt het Fuse, dat is een strijkersensemble dat bij Podium Witteman ook wel speelt. We kennen misschien een aantal mensen die dit horen. Die spelen dan samen met een Cubaanse pianiste uit Londen. Eliane Correa, zij is een van onze artists in focus dit jaar. En dat is een nieuwe samenwerking. Die heb je natuurlijk nog nooit eerder gehoord, want die speelden nog niet eerder samen. Dus dat soort dingen gebeuren ook. Er is ook nog een movieprogramma. Er is natuurlijk eten. Er is een kleine markt. Het is gewoon het is een heel fijn vertoeven. Want dat kan ik me ook herinneren. Want ik ben er ook een paar keer geweest. En al die heerlijke foodtruckjes die er staan. Precies. Ja. En zo'n markt waar je Afrikaanse snuisterijen kan kopen. Van alles. Dat is er ook allemaal bij nu. Ja. En wat zijn de absolute must-sees van dit jaar? Nou, vind ik moeilijk om te zeggen. Er zijn natuurlijk elke dag hele mooie dingen. We programmeren het met een team. En met z'n drieën, Wim Westerveld, Kai Krijnen en ik. En ik ben zelf heel blij dat er een duo uit Venezuela komt. El Tuyero Ilustrado heette ze. Hoe je dat zegt, vind ik zo mooi. Klinkt. Ja, ik heb een tijdje Spaans geoefend natuurlijk. Je hebt ervaring. Ja. Maar goed, ook een band als Mokumba. Dat is Zimbabwaanse, waanzinnig dansbare muziek. En
zo is er nog zoveel meer flamenco, maar ook jazz en salsa. Echt van alles. Elke dag is ook een soort reis, een wereldreis, een ontdekkingsreis door de muziek. En de bedoeling is dat je daarin meegaat. Dus ik zou vooral zeggen, kijk op musicmeeting.nl naar de programmering. 8, 9 en 10 juni. Ja. Park Brakkestein. Nou, hoe mooi wil je het hebben? En hoe is het met de kaartjes? Je hebt passepartouts of heb je ook dagkaartjes? Ja, je hebt passepartouts en dagkaartjes, dus je kunt gewoon kijken wat je wil. Oké. Okay. Nou, ik ben alweer helemaal enthousiast. Ik vind het sowieso heel erg gaaf allemaal. Ja, maar ik wil toch even het haakje weer maken naar jouw eigen muziek. Want ik heb er natuurlijk even naar zitten luisteren. En ik was meteen alweer helemaal verkocht als muziekliefhebber. Want je hebt mooie dingen gemaakt. Je hebt zelfs bij De Wereld Draait Door een paar jaar geleden gespeeld. Yep. Ondanks dat je zelf de trompet aan de wilgen hebt gehangen, daar kwam ik dit tegen, die wil ik wel heel graag laten horen. Een van mijn favoriete Nederlandse producties van Ten Sharp, You. Je hebt dit samen met Ten Sharp gedaan. Ja. Je hebt er een salsa sausje omheen gegooid, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik zal het een beetje uitleggen, want mensen denken natuurlijk, ja, een Latin trompetiste en dan een salsa band, en waarom dan een nummer met Ten Sharp? Nou, ik heb meerdere salsa albums gemaakt, hartstikke leuk. In Latijns-Amerika worden die enorm veel beluisterd, die albums. Maar in Nederland, ja, logischerwijs klinkt dat niet zoveel op radio. Nou, ben ik zelf ook heel erg fan van dat nummer You. En iemand zei laatst tegen mij, dat is een paar jaar geleden, zei tegen mij, wat zou je ervan vinden om ooit iets samen te doen met Ten Sharp? Toen dacht ik, nou, dat is fantastisch. Ten eerste vind ik dat nummer te gek, You. En bovendien is dat misschien wel de manier om ook zelf wat meer zichtbaar te zijn in Nederland. Hè? Mijn homeland. En ik heb toen Ten Sharp benaderd en dat vonden ze hartstikke leuk. En toen zijn we dus de studio ingegaan. Dus het nummer is wel enigszins zit in de buurt van wat je kent. Maar dan zit er een trompet solo in en wat Latin groovejes. En het is een Latin versie van You. Ook op Spotify te beluisteren trouwens. Dankjewel, Maite Hontelij samen met Ten Sharp. En mag ik jou tenslotte heel veel plezier en succes wensen met de Music Meeting 2019. Heel erg hartelijk bedankt. We zien elkaar daar. 8, 9 en 10 juli. 8, 9 en 10 juli. Park Brakkestein in Nijmegen.